Erwin, we zijn hier bij de F-kamp van de ADO20. En voor de hoeveelste keer wordt dit georganiseerd? Voor de 32e alweer. Dit jaar is de 32e F-kamp. En hoeveel kinderen doen er dan mee? Het zijn er dit jaar bijna 70. Allemaal jongens onder 8, 1, 2 en 3. En de jongens onder 9. Vroeger heette dat de F-junioren. Maar sinds dit jaar is het allemaal jongens onder 8 jaar en jongens onder 9 jaar geworden. Maar om het kamp nou zo te gaan noemen, dat klinkt niet zo lekker. Dus we houden het maar gewoon op het F-kamp. Je staat in je Superman-shirt. En wat doe jij hier? Nou, ik help een beetje met dingen die hier bijvoorbeeld gedaan worden. Bijvoorbeeld als je daar iets, een tent of opgezet moet worden of een stormbaan. Of er liggen hoepels over het veld en die moeten gezocht worden, dan doe ik dat. En ik ben hier niet om de belangrijke dingen te doen, maar gewoon om de klusjes. Nou, dat zijn heel belangrijke dingen. Hè? En vrijwilliger is altijd heel erg belangrijk, mag je nooit vergeten. Dat is waar. En hoe vind je het zelf? Nou, het is wel leuk, maar het is natuurlijk wel, je moet wel zelf beslissen of je het doet. Want als je toch hier bent en niet meer wilt, dan moet je het niet doen. Doe je goed. En dit is voor de eerste keer dat je dat doet? Ja. Leuk. En je voetbalt zelf ook? Ja. Zo hebben jullie heel wat georganiseerd. En met hoeveel doen jullie dat? Het organisatieteam is met z'n viertjes. Maar we hebben er ook nog nu 16 begeleiders bij die bij de teams dan rondlopen. Dus per team 2 begeleiders. En die zijn er eigenlijk ook elk jaar weer bij. Dat ze vinden het zo leuk. Dat ze, ik vraag aan het eind van het toernooi altijd of ze het weer willen doen volgend jaar. En dan is het ja, ik wil. En ik ga weer vrijnemen. Wanneer is het? Dus ja, het is superleuk om te doen ook. Met die kleintjes krijg je heel veel respect en heel veel liefde. Hè? Klinkt een beetje raar, maar voor terug. En het, ja, dat maakt wel dat het met z'n allen gewoon heel leuk is om te doen. Wie maken dit mogelijk? Ja, het is natuurlijk dankzij onze sponsors is het mogelijk gemaakt. Maar ik moet ook wel zeggen dat ook ADO20 hier gewoon een warm... die draagt ons een warm hart toe, hoor. De helft van het budget wordt door ADO gefinancierd. En de andere helft door gewoon lokale ondernemers hier in Beverwijk en Heemskerk. Wat heb je gedaan vandaag? Ik heb vandaag gevoetbald. Gevoetbald gewoon. En in welk team? In de Dark Boots. Barcelona. Heb je nog doelpunten gemaakt? Nee. Maar wel gewonnen? Ja. Ja? 2 wedstrijden. Een paar keer. We zijn kampioen geworden. Zo, hé. En tegen wie hebben jullie gespeeld? Dat weet ik niet meer. Ik denk bijna tegen alle pools. Maar je vindt het wel een leuke dag zo? Ja. En wat ga je nu nog doen? Nu ga ik gewoon nog even lekker mijn popcorn eten. We krijgen ook nog training van, hoe heet dat, de A1. En nog een verrassing, hè, begrepen? Ja. Jij weet niet wat het is, hè? Nee, want het is een verrassing. Ik mag zo meteen nog meedoen met penaltyblokaal. We gaan straks eten, heb ik begrepen. Pannenkoeken, door wie zijn die gemaakt? Door onze pannenkoekenmoeders. Dus we hebben van tevoren gevraagd of wie de pannenkoeken wilde bakken. En er zijn weer een moeder of 10... 12 misschien wel, die tot 20 tot 30 pannenkoeken aan het bakken zijn. Dus ze komen nu onderhand binnen. Achter de camera langs wordt de keuken gevuld met pannenkoeken. Kinai, wat doe jij hier? Nou, ik neem de pannenkoeken in. En dan kunnen de F'jes pannenkoeken eten zometeen. En hoeveel pannenkoeken zijn er gebakken, denk je? Ik weet het echt niet. Het zijn echt superveel. Dus als ze klaar zijn met de clown, dan kunnen ze gelijk aanschuiven. Nou, ze zagen er echt heel enthousiast uit. Het was één groot feest al, dus het kan haast niet. Jullie zijn tweede geworden. En nou aan de pannen. Het wordt nog mooier, want we gaan zo meteen nog een penaltybokaal doen. En we gaan nog trainen met de selectie van ADO1. Dat is natuurlijk ook altijd wel even een spannend momentje. ADO1 is toch iets wat belangrijk is. ADO1 kan nog kampioen worden dit jaar, dus we moeten met z'n allen daar weer achter staan. Ties, hoe smaakt die? Heel lekker. Ja? Ja. En wat heb je erop gedaan? Nou, ik denk suiker. Dat het al aan je mond zie, ja. Wat zei jij? Suiker. Morgen is er nog een leuke dag. En dan gaan we met de touringcar naar Tunfun in Amsterdam. En dat is een binnenspeelplaats. Dus het zou weer dit weer worden. Dus als we weer hagelbuien en regenbuien hebben, komt het eigenlijk wel heel goed uit. Maar ze vermaken er eigenlijk even goed, heb ik al door. Maar dat komt ook door de begeleiding, hè, die enthousiast. Je hebt zelf gezien hoe de trainers reageerden toen Atletico Madrid de 1-2 en 3-0 maakte. Die sprongen nog harder omhoog als de jongens. Dus dat is morgen ook weer in de speelplaats. Dat is alleen maar leuk.